Beste lieve buren, als uw Vintro-agent wil ik het glas even op de nieuwe auto van Anne, de verbouwing van Kevin en Linda, de geboorte van de kleine Tuur, de verhuisplannen van de familie Everaerts en de nieuwe boutique van Cindy. Laten we al uw plannen realiseren. Een gelukkig buurjaar. Met muziek. Uw Vintro-agent, uw buur, bankier en verzekeringsmaker. Het is 5:00, een goeiemorgen, het nieuws met Gert van Boksel. Door een lading verse sneeuw is het opnieuw bijzonder moeilijk rijden. Op veel plaatsen, vooral in het centrum, het noorden en het oosten van het land, is geen enkele rijstrook van de autosnelweg vrij. De eerstvolgende uren zou het in Vlaanderen wel droog blijven, maar als het blijft vriezen, dreigt het bijzonder glad te worden tijdens de ochtendspits. Op de luchthaven van Zaventem ziet het er naar uit dat het probleem met de ontijsvloeistof voor de vliegtuigen uiteindelijk zal meevallen. De twee bedrijven die ervoor instaan, Flightcare en Avia Partner, hebben laten weten dat ze toch nog voldoende vloeistof hebben gevonden om vandaag de meest geplande vluchten te laten vertrekken. Gisteren was daarover onrust ontstaan en was er even sprake van dat de luchthaven vandaag zou moeten sluiten. Als de sneeuw het toelaat, zouden er toch vliegtuigen moeten kunnen vertrekken dus. Iran is getroffen door een zware aardbeving. Het aantal slachtoffers is voorlopig beperkt. Iraanse media spreken van 7 doden en enkele honderden gewonden. Maar mogelijk liggen nog tientallen slachtoffers onder ingestorte huizen. De aardbeving had een kracht van 6,5 en trof steden en dorpen in het zuidoosten van Iran. Dat is bergachtig en dus moeilijk bereikbaar gebied. De aardbeving is ook gevoeld in de stad Bam, waar 7 jaar geleden 30.000 mensen omkwamen na een aardbeving. Het weer, het wordt zwaar bewolkt. In het noordwesten mogelijk nog buien van smeltende sneeuw of aanvriezende regen. Daarna meestal droog. Het wordt warmer, maximaal tussen 0 en plus 2 graden. Ook volgende nacht vriest het nog nauwelijks. Dat was het nieuws. Er is hinder op de E403 van Kortrijk naar Doornik ter hoogte van Marke. Daar staat een vrachtwagen in schaar. Het verkeer kan er maar moeilijk voorbij. Vooral in het centrum en het oosten van het land is het erg moeizaam rijden. Ook op de snelwegen ligt er nog sneeuw en is het gevaarlijk glad. Pas dus je rijstijl aan. Radio 1. Uw Vintro-agent.